Voorzitter, commissaris, de Twitter-top verhulde de corruptie van de Biden-familie vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Capital Research onthulde de geldstromen van de Open Society Foundation naar NGO's om verkiezingen in de EU te ondermijnen. E-mails tonen aan dat het World Economic Forum de Nederlandse regering opdraagt de WEF-agenda uit te voeren zonder dat het parlement of de kiezer hiervan wisten. Qatar kocht leden van het Europese parlement om. Ursula von der Leyen verbergt nog steeds de communicatie met Pfizer over de miljardendeals voor de COVID-nepvaccins. Het moet verborgen blijven dat de US achter de aanslag op de gasleidingen van Rusland naar Duitsland zat. De burgers betalen de prijs dat voor deze oorlog en corruptie en dus moeten de burgers de leugens blijven geloven. De Europese Commissie en het Europees Parlement stoppen hun leugens, verkiezingsfraude, omkoperij en corruptie in de doofpot en maken zich hard voor censuur op social media. Al deze lieden moeten gearresteerd en veroordeeld worden.